Mijn naam is Frits Wit. Ik ben geboren in Duitsland en woon sinds circa 45 jaar in Nederland. Ik ben getrouwd, heb twee volwassen kinderen, woon in Vlaardingen bij Rotterdam. Ik heb diverse interim management opdrachten gedaan in de jaren 1997 tot 2002. Hierna is de markt veranderd en sindsdien doe ik eigenlijk consultancy opdrachten. Ik denk dat ik een vrij evenwichtig karakter heb. Ik probeer me altijd onder controle te houden. En omdat ik dat altijd doe, is dat een vrij structurele karaktertrek geworden. Wat niet wil zeggen dat ik geen emoties heb, integendeel. Dus ik heb compassie en emotie, zeer zeker, maar hou dat onder controle. Waar kan ik blij van worden? Van succes. Van succes kun je blij worden. Dus ik ben, ik zet me meestal volledig voor een zaak in. En als dat uiteindelijk wordt bekroond door succes, dan word ik erg blij. Alhoewel, altijd bij moet vertellen, dat zijn alleen maar momenten. Dat kan niet anders. Dat is geen permanent staat van blijdschap. Ik heb in 2002, toen de markt voor interim management veranderde, gespecialiseerd op ratings. En daar ben ik op dit ogenblik, denk ik, vrij goed in. Dat is een zeer unieke positie in Nederland. Er bestaan nauwelijks mensen die hier ratinganalist zijn. En dit ook kunnen toepassen in diverse situaties. Een ratinganalist is iemand die een analyse van de ondernemingen kan uitvoeren. Door simpelweg de uitvalkans, de kans van faillissement van deze onderneming te kunnen berekenen, te kunnen afleiden, te kunnen analyseren. Het is nooit een prognose, het is altijd een mening. Je kunt mij inschakelen bij financieringsvraagstukken vanzelfsprekend, want daar houdt dat direct verband mee, maar onmiddellijk ook continuïteit, dus zeg maar het kunnen analyseren van je bedrijfsplannen, hoe financier je die, hoe hou je de continuïteit erin, wat zijn de kansen dat je het bereikt. Door middel van een rating kan ik beter sturen op deze plannen. Ik maak het realiseren van die plannen mogelijk. Ja, dus, en daar is een rating alleen maar een stuk gereedschap, meer niet.